Hallo, mijn naam is Albert Meijer. Ik werk bij Dutch Culture en dan werk ik specifiek bij de Creative Europe Desk. Daar geven wij informatie en advies voor aanvragers van het Creative Europe programma. Creative Europe is het 7-jarig programma van de Europese Commissie voor de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren. Het is opgedeeld in 3 subprogramma's. Het mediaprogramma, dan moet je denken aan audiovisuele sectoren zoals film, televisie, games. Cultuur, eigenlijk alle andere culturele en creatieve sectoren. En dan is er nog een klein cross-sectoraal subprogramma voor projecten die zich in allebei de speelvelden bevinden en voor de journalistieke sector. Zelf geef ik advies over het Creative Europe programma Cultuur. Dus werk je bij een muziekfestival, werk je bij een theatergezelschap, bij een uitgeverij. Welke niet-audiovisuele sector dan ook. Dan kun je, en wil je internationaal samenwerken, dan kun je bij mij terecht met vragen. Voor alle programmalijnen binnen Creative Europe Cultuur gelden een aantal criteria. De belangrijkste daarvan is dat een project eigenlijk altijd moet gaan over internationale samenwerking. Dus voor de meeste projecten zul je ook partners in meerdere Europese landen nodig hebben, zodat je met elkaar een samenwerking kunt aangaan. Het tweede belangrijke criterium is mobiliteit. Dus dat je niet alleen die samenwerking stimuleert, maar dat je ook de samenwerking tussen cultuurprofessionals, makers en artiesten over de grens heen faciliteert. En dat kan zowel fysiek zijn als digitaal. En het derde is innovatie. Dus een project moet vernieuwend zijn en het moet het liefst ook een bepaalde impact hebben op de sector als geheel. Daarnaast geldt voor alle programmalijnen dat je als aanvrager moet zeggen dat je project en hoe je project inclusief en duurzaam is. Enkele voorbeelden van Creative Europe gesteunde projecten zijn bijvoorbeeld het project Mind Your Step van Stichting Roots uit Rotterdam. Zij zaten in een internationaal project, in een cooperation project, waarbij urban dancers werden getraind in choreografie. En waarbij hun werk ook te zien was in theaters. Een voorbeeld van een ander type project binnen de lijn Europese netwerken is het Europa Nostra netwerk. Dat is een van de netwerken in Europa die worden gefinancierd vanuit Creative Europe. En binnen Europa Nostra is een netwerk gericht op erfgoed, waarbij allerlei erfgoedinstellingen samenwerken, publicaties maken, misschien ook lobbywerk doen in Brussel. Dat is een voorbeeld van een Europees netwerk. Een voorbeeld van de Europese platforms is Eurosonic Noorderslag, ESNS. En zij voeren het project ESNS Exchange uit. Een Europees platform wil zeggen dat je financiering aanvraagt voor een soort springplan voor nieuw talent om te internationaliseren. En Eurosonic Noorderslag doet dat voor muzikanten die in hun eigen land aan de weg timmeren, maar die nog een stap moeten maken naar internationalisering. Naast die programmalijnen zijn er ook nog specifieke oproepen voor literaire vertalingen en nog een oproep voor Europese jeugdorkesten. Ben je nou benieuwd naar welke subsidiemogelijkheden er allemaal voor jou zijn? Neem dan eerst even een kijkje op onze website. Maar als je niet helemaal zeker weet of iets wel of niet binnen zo'n call past, neem gerust ook even contact met ons op.